Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt of luistert naar een expert interview voor de DGC Online Marketing Show, gaan we het maar noemen. Podcast en video tegenwoordig. Nou, vandaag heb ik hem eindelijk te gast. Het heeft ongeveer 3 jaar geduurd. YouTube-kijkers zien de glimlach al verschijnen van Danny Oosterveer. Danny en ik kennen elkaar van het lesgeven op de opleiding e-commerce A en B in Arnhem, bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Waar we ook samen de beoordelingen doen en presentaties en dat soort dingen. En na 3 jaar heeft zij eindelijk ja en nu zitten we een interview op te nemen. Danny, welkom. Ja, dankjewel. Leuk. Hey, nou goed, wij kennen elkaar natuurlijk vrij goed, maar voor de luisteraar of kijker ben je misschien een nieuw gezicht. Kun je in het kort vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, zeker. Ik ben dus Danny Oosterveer. Ik ben online marketeer. Eigenlijk al, inmiddels al zeker 12 jaar. Ik heb dat in eerste instantie 5 jaar voor Markteffects gedaan. Dat was heel gaaf, heel erg in diepe gegooid. Heel veel experts gesproken en leren kennen. Daar ook onder andere samen een aantal edities van Markteffects jaarboek mee geschreven. En daar ook wel vervent, bij Markteffects ook vervent. Was ik ook vervent blogger. Dat doe ik nog steeds, maar wel een stuk minder. Want dat tempo, dat hou je niet vol. Sinds een jaar of vijf, ja, bijna, nee, inmiddels 5 jaar inderdaad, werk ik bij Burgerso, ook in Arnhem. Dat is nu dicht, helaas. Maar daar mag ik de online marketingafdeling bestieren, samen met mijn andere collega's. En daarnaast... dat doe ik 3 dagen in de week. Daarnaast help ik ook andere bedrijven met hun online marketing. Ik doe regelmatig presentaties en trainingen. Dan vooral op beetje de kruising tussen online marketing en data. Ja. En daar heb ik ook 1 boek al over geschreven. Dat is een studieboek. Digital Analytics voor hoger onderwijs. En er is een tweede. Die wordt nu ergens gedrukt in China, als het goed is. En die komt daarna met de boot hier naartoe. En dat is echt voor professionals bedoeld. En... daar ben ik heel enthousiast over. Dus ik kan niet wachten tot die hier is. Ja, heel bescheiden, want ik las vanmorgen toevallig, dat wist ik helemaal niet, dat boek van jou ook vakboek van het jaar was geworden in 2018, geloof ik. Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad het studieboek van het jaar. Runner-up was het. Dus ik was tweede. Dus dat was weer jammer. Maar runner-up... Ik kon alleen in die pennen, dat kan ik niet gezien. Ah, heel goed. Was inderdaad een hele mooie eer. Ja, klopt. Ja, toch? Hey, ik werd helemaal gek van het boek op een gegeven moment. Dat weten de meeste mensen niet, maar totdat de corona uitbrak was ik natuurlijk elke dag op de Fontys. Sinds september vorig jaar in Eindhoven, waar ik ook part-time dan nu werk en als docent. En heel gek, vanaf de eerste dag dat ik daar kwam lag jouw boek op de lunchtafel. Niet door mij, die lag daar gewoon. Die heeft me daar 3-4 maanden aan zitten kijken. Elke dag werd ik aan jou herinnerd. Als ik daar was tenminste. Heel goed. En ik voelde me ook een beetje ontheemd. Want op een gegeven moment had iemand de tafel opgeruimd. Was alles weg. En hey, waar is het boek nou? Ze gebruiken het inmiddels. Dus dan vind ik het goed. Precies, daar gaat het uiteindelijk om. Dus laten we de diepte in duiken. Maar voordat we dat doen, ben je nou eigenlijk meer een, net als mij, zeg maar een breed geschoolde online marketeer? Of, want ik probeer je natuurlijk keihard in die digital analytics hoek te drukken nou. Ja. Of zit er wat meer omheen? Nou, ik zie mezelf wel toch wel meer als, uiteindelijk wel meer T-shaped hoor. Dus wel echt wel wel redelijk in de breedte over veel onderwerpen dat ik wat meen te weten. Ik zit natuurlijk ook nu bij een merk en met een klein team, dus dan heb je dat ook wel gewoon wat sneller, dat je gewoon met veel verschillende dingen kan bemoeien. Ja. Maar al die dingen hebben wel een soort van gemene delen, dat ik het wel gewoon heel tof vind om op het gebied de kruising bezig te zijn tussen online marketing en data. En dat kan met Google Analytics, ja, dat is logisch. Maar ik vind het juist leuker om, want Google Analytics of Digital Analytics, daar ben je vooral bezig met het meten van het resultaat of analyse. Maar ik vind het juist leuk als je data kunt gebruiken om ook daadwerkelijk direct weer toe te passen. Ja. Bijvoorbeeld marketing automation nu, personalisatie ben ik veel mee bezig. Maar ja, daar zit ook in social media marketing. En juist op Facebook, het toffe daarvan is, ik zeg dat wel eens, in discussie met docenten ook nog wel eens. Als ik nou een verschil zou moeten opnoemen tussen online en offline marketing. Maar er is nog wel eens een discussie over. Ja, voor mij zit hem dat wel
in data. Omdat als je gaat kijken naar... Kijk, je hebt heel veel verschillende online marketingmiddelen. Je hebt heel veel verschillende offline marketingmiddelen. Maar als je toch gaat kijken van... Ja, wat is nu het essentiële verschil tussen die twee? Ja, voor mij is dat... onder andere dat je veel sneller kunt beschikken over data. Kijk, natuurlijk... Offline heb je uiteindelijk ook wel iets van resultaat, maar dat komt eigenlijk altijd later, altijd achteraf. En als ik zeg maar nu een Facebook-campagne live zet of een Facebook-bericht, ja, een minuut later heb ik al cijfers en dan kan ik er al eventueel op inspelen om bijvoorbeeld je advertentie aan te passen. Dus ja, juist ook bij, misschien dat juist ook wel bij social media voor mij een beetje begonnen is, omdat je juist zo snel die data had en daarvan kon leren. Ja, heel herkenbaar. Wij gaan momenteel vrij hard met een aantal Facebook-campagnes voor van alles. En dus dan zitten we gewoon elke dag de cijfers op elkaar te stapelen en te kijken naar waar getweakt moet worden. Om het resultaat te verbeteren, dat is part of the game, hè? Precies. Ja. Nee, en dat maakt het ook zo leuk, vind ik. Hé, maar je hint er al een beetje naar. Leuk om de data die je verzamelt in de praktijk te gaan brengen. Dat is ook volgens mij is de ondertitel van je boek, of het komt in ieder geval in de pointers naar voren. Hoe ga je van data naar inzicht? Want... Ja, data verzamelen, dat kunnen we bijna bij wijze van spreken allemaal wel. Hè? De installeerde tracking pixels en dat soort dingen van Facebook en Google en noem maar op. De data wordt verzameld. Maar en dan? Ik ben zelf geen Google Analytics deep dive expert, zeg maar. Het is niet voor niks dat jij die lessen geeft in Arnhem, maar niet ik. Wat mij wel opvalt is dat het steeds groter wordt en het lijkt ook steeds complexer te worden in de tooling zelf. Ja, dus A is eigenlijk, hoe zie je überhaupt van door de bomen het bos nog? En welke data moet je dan gebruiken om naar welke inzichten te komen? Ja, nee, dat klopt ook wel. Om meteen op de eerste door te gaan van... wat zo lastig is... Kijk, een lessen Google Analytics van 10 jaar geleden... Daar ging je eigenlijk gewoon vooral de tool gebruiken... en laten zien wat er allemaal in zat. Ja. Maar ja, tegenwoordig is dat eigenlijk gewoon niet meer te doen... omdat ja, er zijn zoveel metrics en tabbladen en ja, de mensen, als je mensen erin meeneemt, die worden helemaal, die zien het nou gewoon door wat je zegt, door het boom en het bos niet meer. Ja, dus gewoon eigenlijk, is gewoon eigenlijk niet te doen. En zelfs al maak je een eigen dashboardje waarin je wel selecteert wat belangrijk is, nou, dat is al een fijne stap. Ja, er zitten zoveel, als je dan eens goed gaat kijken naar naar jouw scherm, als je daarin zit. Ja, je ziet links allemaal interface. Je ziet overal zie je de metricnamen. Nou, zie je niveau 2 van paden staan. Nou, ja, dat zegt natuurlijk helemaal niemand iets. Tenzij je helemaal in Google Analytics ziet. Maar ja, dat is soms wel de manier om iets te selecteren wat je wilt. Ja, er zit gewoon heel veel ruis op de lijn. Mm. En mijn ervaring is, als je echt goed zeg maar, data wilt overbrengen... Ja, dan moet je het gewoon heel duidelijk en heel simpel maken. En gewoon inherent. Ja, eigenlijk vind ik zelf, als je het echt goed wil doen, kan het eigenlijk niet met Google Analytics. Omdat er gewoon... Ja, er zit gewoon... Het is te veel gestandardiseerd en te veel de namen van de onderdelen en metrics zoals dat in Google Analytics zit. Dus op zich helemaal niet erg. Google Analytics is voor mij ook echt een analyse tool. En Google heeft het inmiddels zelf ook wel aangegeven met de introductie van Google Data Studio. Waar ze eigenlijk de... Ja, Google Analytics is natuurlijk op een gegeven moment gratis en gewoon de meest gebruikte en beste analytics tool geworden voor marketeers. En datzelfde willen ze eigenlijk ook gewoon met Google Data Studio gaan doen voor datavisualisatie. Dat leent zich ook gewoon veel beter. Alleen al in de opzet al, je begint gewoon met een lege A4 pagina. Dat is gewoon echt veruit het best. Want dan heb je dus niet, wat er bij Google Analytics altijd gebeurt, is als mensen zien allemaal data en die gaan allemaal dingen erbij halen. En het mooie is van dat datastudio, je begint dan met een leeg velletje. En dan word je al veel sneller gedwongen om daar alleen op te schrijven wat voor jou echt belangrijk is. Ja, en wat er echt toe doet. Je bent veel minder snel geneigd om er maar allemaal dingen in te slepen. Dus daarin is dat zoiets als Google Data Studio ook gewoon veel krachtiger. Dat je veel meer tot de essentie komt. En dat je ook allerlei hulpmiddelen kunt gebruiken om duidelijker aan te geven... wat de ontwikkeling is, bijvoorbeeld met objecten of vormen of gewoon überhaupt wat meer beschrijvingen die iets meer vertellen wat je ziet. Dus ja, daar heb je al veel meer de mogelijkheid om data inzichtelijk te maken. Want uiteindelijk, en dat is eigenlijk ook zo'n tweede, als je toch hebt van data naar inzichten. Ja, data uit zichzelf zegt gewoon verder nog niks. Het is heel leuk als je data verzamelt. Alleen, ja, dat komt zolang je het niet zeg maar, kunt overbrengen. Dan,
ja, dan ga je ook je doel niet bereiken. Want dan zal het gewoon niet landen bij jouw doelgroep. Of dat dan jouw manager is of jouw collega's. Of ja, afhankelijk van wat je wil bereiken. Daarom heb ik ook in mijn boek altijd... ik vind eigenlijk grappig, ik heb echt heel veel boeken gelezen, omdat ik op een gegeven moment het boek ging schrijven. Dus ja, ik was ook heel erg benieuwd wat anderen hadden geschreven, wat ik ervan kon leren. Maar het is grappig dat er zo weinig aandacht eigenlijk is voor datavisualisatie. Dus echt heel erg een vakgebied wat vooral van ontwerpers is. Terwijl die zitten er weer heel anders daarin. Ja, het is een brei, hè, wat je de analytics... continu tegenkomt. Dat is het overzicht is inderdaad heel erg zoek. En ik vraag me dus de laatste jaar, 2 jaar ook steeds meer af. In hoeverre zouden bijvoorbeeld MKB-ondernemers, die toch al wel de neiging hebben om veel zelf te willen doen en aan de knoppen te willen draaien, in hoeverre is het nog realistisch om van hun te verwachten dat zij met Google Analytics goed om kunnen gaan? Of zouden ze eigenlijk toch altijd wel een specialist daarvoor moeten... Niet per se om te spreken van eigen bureau trouwens, maar specialisten moeten inschakelen en bijvoorbeeld geïnformeerd worden via dashboards op de juiste KPIs. Ja, nou ja, die vraag die stel ik mezelf ook nogal eens. Niet per se alleen voor ondernemers hoor, maar goed, je had natuurlijk in het begin mensen die vonden Google Analytics heel leuk en toen kreeg je webanalisten, nou, die gingen echt specifiek dat doen. Maar ja, webanalisten, die zie je bij ING en dergelijke, gewoon hele grote organisaties en niet... ik bedoel, zelfs bij Burgers Zoo hebben we, dat doe ik dat. Maar ja, uiteindelijk hebben we een marketingafdeling van 5 mensen. Ja, dat is ook niet alsof je daar per se altijd een specialist op hebt zitten. Dus, okay. Ja, ik vraag me dat zelf ook wel eens even. Kijk, bij ons is dan het geluk dat ik daar wel dat ik dat leuk vind en daar de een en ander van denk te weten. Maar ja. Hoe dat bij andere bedrijven zit, die een beetje vergelijkbare grootte. Ja, dat is maar de vraag. Dus ja, ik vraag me mezelf inderdaad ook vaak af. Weet je, wat je ook merkt, is dat mensen die daar wel heel erg gaan induiken, die denken dan... Het maakt toch een beetje dat de dingen die in zo'n tool staan, dat die zeg maar belangrijk worden omdat ze erin zitten. Ik vind het fascinerend, zeg maar, als je zou vragen, zeg maar, wat voor iemand belangrijk is in een website, dat niemand zou bounce rate noemen, maar zeg maar, waar puur omdat het zo heel prominent, zeg maar, in Google Analytics zit, zie je dat in zoveel rapportages, zie je dat terug. En ja, goed, het is op zich heel interessant, hoor, maar het is natuurlijk niet een van de belangrijkste dingen die je wilt weten. Maar, moet je weten wat het zegt, toch? Ik bedoel, een bounce rate vanaf een... traffic wat van je Facebook naar een nieuwspagina komt, het nieuwsartikel leest en dus gelijk weer weggaat en terug naar Facebook. Dat is hoge bounce, normaal. En als jij een website hebt waar je wil dat mensen door meerdere pagina's heen gaan, dan moet je laagst. Weet je, dus je moet wel weten hoe je het ratio moet lezen überhaupt. Daar begint het al. Ja, ook dat inderdaad, want dat is net als met conversieratio. Bounce rate is dat ook zoiets. Een algehele bounce rate of conversieratio zegt ook weer heel weinig. Wat wel vaak gevraagd. Ik weet niet hoe bij jou is, maar klanten vragen wel vaak, joh, mijn bounce rate is dat oké, okay? Is dat goed? Ja, maakt geen reet uit, man. Hoe is die omzet? Nee, precies daarom, weet je. Zodra je iets verder ergens op ingaat, zoomen als je een landingspagina wil evalueren of zo, ja, daar kan ik dat nog wel begrijpen. Maar inderdaad, een gehele website, ja, terwijl je daar zoveel verschillende doelen kunt hebben. Denk alleen bij Burgers Zoo, we willen vragen van bezoekers beantwoorden. Oké, okay, ja, dat willen we het liefst. Bounce rate zo hoog mogelijk. Want ja, ik heb het liefst gewoon dat mensen gewoon het antwoord vinden. En dan, ja, en dat ze niet heel lang hoeven zoeken. Ja. Terwijl in de bestelstraat willen we dat natuurlijk zo min mogelijk. Want ja, we willen natuurlijk dat mensen gewoon hun doel kunnen vervullen. Dus ja. Dus net zoals met time on site, is ook zo fascinerend. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. En eigenlijk gaat er gewoon 1 proces vooraf. En dit is een beetje mijn missie geworden. Is dat uiteindelijk gaat het inderdaad niet om Google Analytics, wat op een gegeven moment toch een beetje knoppencursus wordt. Mm. En juist ook een soort van stap erboven. Ja, ik noem dat zelf dan data bedreven marketing. Een beetje knipoog naar data gedreven marketing. Maar ja, uiteindelijk gaat het daar eigenlijk gaat het dan weer om van wat je nou eigenlijk als marketeer of ondernemer of communicatiespecialist een beetje zou moeten weten van data. Ja. En ja, heel veel dingen hoef je dan niet per se zelf te kunnen. Een van de belangrijkste dingen die je
denk ik wel zelf moet kunnen, is wel gewoon bepalen van wat is belangrijk. En op zich heb je daar dan niet per se direct een tool voor nodig, maar die oefening die zul je wel eerst zelf moeten doen. Van ja, goh, wat wil ik nu daadwerkelijk bereiken? En hoe kan ik dat het best vertalen naar metrics? En ik denk als je die oefening zelf al doet, dat dat al heel belangrijk is. En dan, ja goed, vraag 2 is dan waar je die data gaat halen. Ja. Maar ja, andersom werkt gewoon echt niet goed genoeg, omdat mensen dan dit soort dingen gaan gebruiken. Kijk, als ik alleen naar mezelf kijk, hoe ik Google Analytics gebruik voor eigen sites. Ik heb voor DGOC kijk bijvoorbeeld gewoon bijna alleen maar naar acquisitie, bron, medium. En dan globaal naar waar komt mijn verkeer vandaan? Wil ik daaraan werken of tweaken? En wat is de kwaliteit van dat verkeer? Die grote lijnen pak ik. En voor de rest stuur ik gewoon op alles wat onder het gedreven is. En bij andere sites, zoals een succes met e-commerce bijvoorbeeld, dat is eigenlijk alleen een landingpage site met een paar pagina's. En er komt bijna 80% van het verkeer uit campagnes. Ja, daar kijk ik echt niet heel erg diep in analytics. Ik heb het wel draaien, maar het boeit niet. Ik bedoel, het kan zijn dat je de ene dag 0 bezoekers of 10 bezoekers hebt en de andere dag 500. Dat komt gewoon omdat er wel of geen campagne aan hem bestaan. Dan weet ik ook wel dat er geen... het verschilt per site. Bij DGOC kijken we natuurlijk ook wel naar de groei in organisch verkeer vanuit Google. Want daar zijn we heel veel mee bezig met optimalisatie en linkbuilding, noem maar op. Dus ik kijk meer naar trends op langere termijn. En wat valt mij in de markt vaak wel op, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, is dat er vanuit klantzijde heel vaak naar korte termijn wordt gekeken. En hoe is het? Ja, en vandaag is het slecht en gisteren was het goed, wat nu? Ja, de buisjes spreken zo letterlijk. En daar had mijn vader ook heel erg last van. Hij heeft ook een wenskaart, bestelsite, fastcard.nl. En die stuurde ook dan op echt per dag. Ik kap met dit project, want ik kan dat niet uitleggen. Dus op die manier is het niet rustig werk voor mij. Ja, nou ja, dat. Dus meerdere dingen. En mensen gaan dus inderdaad kijken naar de data die ze zien. Mensen gaan inderdaad zien allerlei dingen die ze niet snappen. En dan gaan dan dat proberen te begrijpen. En kijk, deels is dat op zich een goede oefening. Omdat als je dat ziet, ja, je begrijpt steeds meer hoe je site gebruikt wordt. Maar ja, heel veel dingen zijn ook niet per se zinvol. Dat bijvoorbeeld proberen de data gelijk te trekken van Google Analytics en bijvoorbeeld data die je in je site ziet. Hmm. Ja, dat is bijna nooit hetzelfde. En je kan je helemaal daarin verliezen in waar dat verschil er allemaal in zit. Maar ik weet inmiddels ook wel helemaal gaan verklaren, kun je dat niet. En uiteindelijk heb je daar ook niet zo erg veel aan. Nee. Dus daarom is het gevaar is gewoon dat je het in van alles verliest. In de data die erin zit, in de metrics die erin zitten, onjuistheid die erin zit. Dus het is veel daarom probeer ik ook altijd mensen te leren van bepaal wat belangrijk is en focus dan ook gewoon daarop. En op gewoon een aantal dingen, net zoals wat jij dan doet, als je dan gewoon naar die acquisitiebronnen kijkt. Dat is voor mij uiteindelijk ook een van de belangrijkste optimalisaties die ik altijd doe. Is dat ik ga herorden altijd die standaardbronnen, gewoon om zo goed mogelijk mensen te herkennen. Klanten te stimuleren dat ze die ook zoveel mogelijk UTM-tagging gebruiken. Ja. En je wil een aantal duidelijke conversies erin hebben zitten. En dat zijn eigenlijk dingen die ik in de gaten hou. Maar ja, uiteindelijk is het maar zo'n klein onderdeeltje in het hele totaal. Ja, dat is het inderdaad. Ik probeer ook altijd blind te blijven voor die andere 90% van de knoppen die er nog. Nee, dat is het best. Ja, dat is echt het best. Ja. Oh, zo blijf je van. Ja. Hey, je had het al een paar keer heel kort over Burgers' Zoo. Het is natuurlijk logisch om daar ook heel even over te praten. Want ze zijn nu dicht, of jullie zijn nu dicht. We weten allemaal niet hoe lang nog. En inmiddels weten we dat de kans bijvoorbeeld heel groot is dat Disneyland dit jaar niet meer open gaat. Nou, dan één schaap over de dam. Je weet hoe dat gaat. Keukenhof is überhaupt niet open geweest. Als jij 3 dagen per week voor Burgers' Zoo werkt, hoe ziet dat er nu dan uit aan de online marketingkant? Zeker met een team. Nou, ik kan daar verder niet te veel over zeggen wanneer we precies open gaan. Ook simpelweg omdat ik dat niet weet. Maar ik verwacht wel dat van Disneyland wist ik niet dat dat zo lang was. Maar ik denk dat we in Nederland wel wat sneller... Er wordt in ieder geval wel op heel veel manieren al wel gewerkt aan de 1,5 meter pretparken en dierenparken. Nee. En, maar goed, tot die tijd kan ik... doe ik natuurlijk niet iets met bezoek. Nou is mijn werkzaamheden sowieso niet heel direct afhankelijk van hoeveel mensen er nu in het park zijn. Maar goed, normaal zou ik me ook met de marketing voor evenementen bezighouden. Ja. Nou ja, goed, de eerste Ocean Bricks was eigenlijk ons eerste evenement nu in de meivakantie. Ja, die gaat niet door. Ja, precies. Dus daarvoor
Daar doe ik nu niks voor. Maar ja, kijk, zo'n leeg dierenpark, het geeft qua content marketing ook wel weer heel erg veel kansen. Ja. Wij kunnen nu bijvoorbeeld ergens een... om eerst even te beginnen. Mensen, we spenderen natuurlijk nu heel veel tijd online door. Dus dat geeft heel veel kans. En natuurlijk, ja, normaal zouden mensen graag naar het dierenpark komen. En mensen willen nog steeds graag dingen van ons zien. Dus daar proberen we ook met de middel van content op in te spelen. Dus we doen nu 2 wekelijks een Facebook live stream. Dus dan gaat een van mijn collega's, die gaat met een dierverzorger ergens staan. En die kan dan alle vragen van kijkers beantwoorden over die diersoort. Wat we normaal niet kunnen, is dat we ergens een camera neerzetten en die bijvoorbeeld gewoon 3 uur laten filmen. Mm-hmm. En dan krijg je heel erg mooie beelden. Alleen ja, normaal zijn natuurlijk allemaal bezoekers die er... Ja, dus dan kun je niet zomaar zo'n camera er laten staan. Ja, dat kan nu wel. Dus we hebben echt hele vette opnames van gewoon 3 uur in de bush, waar je alle vogels hoort en... Maar je kunt eigenlijk een hele mooie databank nu bouwen eigenlijk aan content die je nog jaren kan gebruiken. Op ja. Alle... Dat is inderdaad wel een grote kans natuurlijk. Ja, zeker. En ja, dat is inderdaad gewoon... Dus dat is een beetje de kans die we nu dan proberen te begrijpen, om het toch gewoon iets positiefs van te maken. Dus dat is enerzijds voor content. En anderzijds merk ik dat ik nu iets meer ruimte heb voor de wat meer lange termijn dingen. En stiekem is dat eigenlijk best wel fijn. Omdat, ja goed, we weten natuurlijk allemaal als je werkt van... Ja, er zijn altijd dingen die ad hoc. Ja, snel moeten gebeuren, ad hoc. Die niet per se die belangrijk kunnen zijn, maar ook heel vaak niet. Nou ja, nu heb je wel een beetje de kans om meer lange termijn te doen. Dus ja, ik ben met name aan mijn marketing automation campagnes aan het sleutelen. En wij gaan nu ook met Duitse bezoekers gaan we ook communiceren, veel meer digitaal communiceren. Dus heb ik onze campagnes die we hadden, zeg maar, naar het binnen e-mail ook naar het Duits vertaald. En dat is ook nogal een klus. Maar goed, dat loopt ook allemaal nu. Ja. Dus ja, zo proberen we dan maar een beetje het beste ervan te maken. En tot nu toe is het totaal geen probleem om daar de dagen mee te vullen. Nee, dat geloof ik wel. Ja, inderdaad, als online marketeer zie je toch altijd nieuwe mogelijkheden en kansen. En ja, alleen als je het hebt over content maken, dat stopt sowieso nooit. Je kunt elke dag content maken in feite. Zo simpel is het ook alweer. Hey, je had het net ook al even over de verheerlijking, bij wijze van spreken, van Google Analytics als tool. Iedereen gebruikt het is gratis, het is de standaard. Ik kan me nog een tijd herinneren, en dan praat ik echt over 2007, 2008 ongeveer. Dat wij een bedrijf bij Read & View over de vloer kregen die ons ging adviseren over welk webanalysepakket we moesten gaan aanschaffen. En dan hebben we het nog over Omniture en van die hele ouderwetse, ik weet even die namen niet meer, NetProfiler zit er volgens mij bij. Anyway, welke andere tools zouden we eigenlijk moeten gaan gebruiken? Want is Google Analytics nog wel de beste oplossing? Ja, kijk, je ziet toch een beetje dat voor veel wel, zou ik wel meteen zeggen. Er zijn vanwege privacy overwegingen, en zag ik wel eens op een gegeven moment heel veel aandacht voor Piwik gekomen. Dus dat installeer je, zeg maar, first party. Okay. Dus daar, nou goed, en je data staat dan niet op een server in Amerika. En nou goed, dan kun je het, bij Google Analytics kun je dat ook allemaal wel dingetjes instellen. Maar dat draait in ieder geval echt first party. Dat is wel een belangrijk verschil. Mm-hmm. Maar ja, goed, je merkt gewoon, je komt best wel wat functionaliteit gewoon tekort. De technologie van Google Analytics is natuurlijk gewoon hartstikke goed. Ja. Ja, daar mis je dat gewoon in. Maar je ziet wel dat vanwege privacy, dat zeker van overheidsorganisaties daar nog wel een beetje dat wel aan het gebruiken zijn. Of soms zelfs geswitcht zijn. Dus enerzijds dat. En anderzijds heb je gewoon nog de wat grotere pakketten. En dan met name, weet je, Adobe heeft wel heel erg hard gewerkt aan een portfolio de afgelopen jaren. Ja. Best wat acquisities gedaan. Dus er zijn echt nog een aantal andere grote namen die ook wel echt een serieuze speler zijn. Maar ja, als je het toch hebt over een beetje het MKB, ja goed, daarvan zie je gewoon dat wel vrijwel iedereen gewoon Google Analytics gebruikt. Ja, nee, dat feit heb je. Hey, privacy stip je even aan. Maakt privacy ons vak moeilijker? Natuurlijk de AVG nu. We hebben... Ik weet niet of dat allemaal nog doorgaat of wanneer dat gaat gebeuren, maar het mogelijk verdwijnen van de cookies. Lijkt me trouwens ook een ramp voor affiliate marketing. Ja, dat is wel een ding, ja. Kijk, op zich dat gewoon hoe je met data omgaat. De echte AVG-regels dus. Ik denk dat dat goed is. Ja. Want het dwingt je eigenlijk om gewoon
Hè? Het is logisch dat je ook vooraf goed nadenkt over waar je precies data voor nodig hebt. En dat je niet onnodig data verzamelt. En dat je duidelijk toestemming vraagt voor datgene waarvoor je het wil gebruiken. En dat op het moment dat je het niet meer nodig hebt, dat je het dan automatisch verwijdert. Dat zijn allemaal... Dus het is heel goed dat je heel kritisch kijkt naar wat je eigenlijk verzamelt en hoe je dat doet en dat je dat ook veilig doet. Mm. Dus heel veel van die regels zijn eigenlijk gewoon heel logisch. Goed, alleen nu voelen mensen het meer als regels, omdat de AVG heel veel aandacht kreeg. Maar goed, ook daarvoor heel veel van die dingen die golden toen ook al. En dat zou je eigenlijk ook wel moeten doen. Maar goed, in die zin is de AVG wel best wel zinvol in dat het daar gewoon wat meer aandacht voor wat meer aandacht zorgt. Er zijn maar twee dingen die ik wel merk, is dat bijvoorbeeld Facebook advertising of nu social advertising in de brede zin. Vond ik echt altijd best wel tof. En ik heb echt ook fantastische resultaten mee behaald, omdat je gewoon zo mooi kan targeten. Dat is wel echt minder geworden. Ja, dat is ook wel echt gewoon... Je kan bij Facebook nu niet eens meer je eigen fans uitsluiten en zo. Dus zoveel is eruit. En ik denk dat mensen dat ook niet beseffen. Nee. Dat is natuurlijk ook wel... je hebt zo'n fenomeen, dat heet de narrative black hole. En dat is nu een beetje waar Zoom dan in zit. Hè, de tool die wij nu ook gebruiken. Is gewoon hartstikke een... veilig. Geloof de media niet. Je wordt er zo... Ja, in het begin is dat natuurlijk waar. Alleen wat er op een gegeven moment dan gebeurt, is dat iedereen die gaat die verhalen herhalen. En dan komen er allerlei nieuwe verhalen bij. Maar ondertussen hebben ze gewoon echt al superveel opgelapt. Ja, precies. En bij Facebook geldt dat op een gegeven moment ook een beetje zo. Is dat op een gegeven moment toen Facebook zo groot was en op een gegeven moment door privacy sloeg dat verhaal een beetje zo om en mensen haakten af. En ineens was alles alleen maar negatief. Ik bedoel, we kunnen ons nu bijna niet meer voorstellen dat dat daarvoor niet was. En, maar ja, ook bij Facebook is gewoon, die hebben echt zo ontzettend veel maatregelen genomen. Dat en als marketeer merk je dat dan heel goed, omdat je mogelijkheden inderdaad gewoon veel beperkt zijn. Dus dat vind ik zelf wel heel erg, dat vind ik wel echt heel erg jammer. Dat beleefde ik altijd wel veel lol aan. En ook wel, weet je, sommige dingen gingen misschien wel te ver, oké. Maar uiteindelijk, het is wel gewoon zo dat door data dat die advertenties die ik plaats, dat die gewoon echt veel relevanter waren. En dat vind ik soms, dat vind ik wel een lastig onderscheid. Ja, ik snap dat mensen niet, die willen zich niet bespied voelen of iets dergelijks. Tegelijkertijd, van irrelevante advertenties wordt uiteindelijk ook niemand blij. Maar behalve Facebook misschien wel. Hè? Want je ziet dat de uitgaven zijn eerder omhoog gegaan natuurlijk, omdat bedrijven weten het minder goed, dus gooien ze er meer geld tegenaan, zolang het rendabel is. Ja, wat nu weer anders is in deze coronatijd, omdat heel veel bedrijven natuurlijk tijdelijk gestopt zijn met adverteren, zie je nu de prijzen juist weer kelderen. Ja. Dus dat is tijdelijk positief. Maar dat wordt, het is inderdaad qua targeting en is het erg achteruit gegaan qua mogelijkheden. Maar dan was ik weet niet of je dat verschil ooit hebt onderzocht, maar tussen Nederland en Amerika was het verschil altijd al heel groot. Als je in de Amerikaanse markt adverteerde, kon je al veel verder gaan. Ja, daar gebruikten ze ook bijvoorbeeld postcode data. En dan kon je ook gewoon ingeven, ik wil mensen met een inkomen tussen dat en dat. Ja. Dus hier in Nederland, ook dat trouwens, dat soort data in Nederland hebben we ook gewoon. PostNL, die verkoopt die data gewoon, hè. Ik bedoel, dat heb ik tijdens mijn opleiding, ik was gewoon een student, hebben ze dat mij nog allemaal eens uitgelegd. Dus als we het toch hebben over data die verhandeld wordt... Ja. Dat is ook weer zo. Er is dan nu heel veel aandacht voor Facebook. Maar kijk ook, ook dat soort partijen zijn er ook wel gewoon. Daar zou je dan eigenlijk ook naar moeten kijken. Zeker. Dus goed. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant, je haalde het net een... wat haalde je ook weer aan in je vraag? Dat weet ik niet. Volgens mij stelde ik twee vragen in één. Ik kan de band niet terugspoelen. Nee, dat is lastig. Het verschil tussen de Amerikaanse en de Nederlandse markt. Ja, goed, als je het daarover hebt, in Amerika is privacy gewoon natuurlijk veel minder belangrijk. Die snappen echt niet waar wij ons hier allemaal druk over maken. Ook dat. Daar kon je inderdaad veel meer data uithalen. Die misten we hier inderdaad altijd al. Ja. Dus die is altijd wel beperkter geweest. Heel veel data die we hier hadden in Facebook was allemaal een beetje gebaseerd op gedrag. Dus mensen, als je heel veel... berichten bekijkt over zwangerschap. Ja, goed, dan de kans dat je er zelf mee bezig bent is ook groter. Dus zo proberen ze het uiteindelijk allemaal een beetje af te leiden op basis van wat je zelf op Facebook ziet en doet. Ja.
Dus ja. Dat is wel een aardig verschil. Maar goed, ja, ik denk dat het verschil alleen maar nog groter is nu. Ja, nee, dat is ook zo. Maar goed, laten we ons daar niet langer over frustreren. Nee. Gooi nog één schepje erbovenop en dan gaan we naar de bekende laatste vraag. Als jij hem niet kent, dan moet je hier schamen natuurlijk. Maar we gaan eerst naar hoe belangrijk is big data? Dat is nogal een vraag die steeds terugkomt op de een of andere manier. Een tijdje een beetje een hype geweest qua media, communicatie, noem maar op. Ja, iedereen is met big data bezig, maar het lijkt nu wat stiller. Hoe belangrijk is het eigenlijk? Dit is een vraag die ik op heel veel manieren kan uitleggen, maar met name omdat het is zo'n ambigu begrip, weet je, er zit van alles in. Eerst was het allemaal big data en nu wordt er weer heel veel geschreven over AI. Ja, je zou zien, ja, AI is inderdaad een vorm van big data, zo zou je het ook alweer kunnen zien. En marketing automation heeft daar ook wel weer mee te maken. Als ik zeg maar big data heel letterlijk zou nemen, dan zijn er hele grote hoeveelheden data, ongestructureerd, die je probeert te analyseren. Nou ja, voor online marketeers is daar gewoon niet zo heel erg veel relevantie. In de zin dat zij dat direct zelf kunnen gebruiken. Weet je, het zijn technieken die je nu bijvoorbeeld kunt gebruiken om, hè, die we bij wijze van spreken de Chinese overheid gebruikt om de verspreiding van corona te testen met al die telefoontjes. Of dat je gewoon hele grote hoeveelheden data nu gaat analyseren om inderdaad niet oorzaken, maar wel dingen die correleren met vatbaarheid voor corona bijvoorbeeld gaat analyseren. Dat blijkt dus ook wel aan mede te werken, want dat hebben we nou gezien aan die belachelijke, belachelijk georganiseerde hackathon op corona-apps. Terwijl ik denk, ten eerste, waarom pakken ze dat niet gewoon internationaal aan? Als het al überhaupt gedaan moet worden, dat is een hele andere discussie trouwens. Maar ja, dan blijkt het dus gewoon allemaal niet zo makkelijk te zijn. En toch wel, ook wel technisch heel veel haken en ogen er toch nog te zijn. Ja. Ja, dat klopt. Dat is ook gewoon heel moeilijk. Sowieso is het moeilijk uiteindelijk gewoon van big data. Juist als je dus heel veel soort data hebt. Van je kunt dan associaties herkennen. En daar zit het inderdaad heel goed in. Het is alleen een vraag van, ja, is het ook een oorzaak-gevolg verband? En dat is uiteindelijk... Meestal wil je toch dat weten. Kijk, als het gaat inderdaad om een ziekte. En dat je wil weten van, nou ja, als je dat en dat allebei doet. Nou ja, dan trekt de ziekte zich terug. Ja, oké, dan maakt oorzaak-gevolg niet zoveel uit dat je precies weet waarom het gebeurt. Dan maakt het gewoon uit dat je ziet dat het gebeurt. Ja. Maar goed, bij heel veel andere dingen. Als jij bepaalde bezoekersstromen ziet die veel confronteren op jouw site. Ja, dat is op zich interessant om te zien dat het gebeurt. Maar daarna wil je ook graag weten waarom. Zodat je daarop kunt inspelen. En dat je er learnings uit kan halen die je misschien ook wel op andere onderdelen kunt toepassen. Dus... Ja, goed, dat is uiteindelijk vaak gewoon wel wat belangrijk is. Ja. Dus ja, wat betreft dat stukje, denk ik gewoon, ja, daar hebben marketeers toch denk ik niet zo heel veel mee van doen. Maar goed, het is wel leuk dat we in tools die we gebruiken, dat je tegenwoordig, dat ze daar AI-techniek een beetje in kunnen gebruiken. Dat ze misschien opvallende dingen, hè, Google heeft zo'n Google Insights gebeuren in Google Analytics zitten. Nou ja, die kunnen een beetje opvallende dingen aan je vertellen. Nou ja, daarin kan het handig zijn, want dat zorgt ervoor dat je niet zelf alles af hoeft te gaan. Maar ja, weet je, en technisch vind ik dat dan geen big data, maar als je gewoon grote hoeveelheden gestructureerde data hebt. Dus, daar ga je al, Danny. Dat is het hele ding. Ja. 10 mensen uit te leggen wat big data is en je krijgt 10 totaal verschillende antwoorden. Dat klopt. Alles op elkaar gebruikt ook nog steeds. Ja, nee, dat klopt. Kijk, en als je naar de echte definitie kijkt, dan is het dus deze ongestructureerde data zit erin, dus dat hou ik dan aan. Ja. Maar kijk, partijen van tools, die verlagen die grens juist heel erg. Want ja, goed, je wilt er natuurlijk iets moois in aanbieden, dus dan gaat het vooral om een grote hoeveelheid data. Ja, dus, maar goed, dus dingen als marketing automation, dus dat je op basis van regels, eigenlijk, ja, je kan het ook algoritmes noemen, maar die iets doen op basis van hoeveelheden data. Ja, dat is wel heel, dat is denk ik wel veel relevanter. Pas bijvoorbeeld bij Burgzo ook toe. Dat, we versturen daar best wel veel brede communicatie uit. Mm-hmm. En we kijken dan wat mensen lezen, welke berichten ze, bijvoorbeeld over welke dieren of welke onderwerpen ze vaak, waar ze vaak doorklikken naar de site. Nou ja, als ze nou echt heel vaak over de olifanten bijvoorbeeld berichten lezen,
Nou, dan kunnen we op een gegeven moment, als ze boven een bepaald niveau komt, dan sturen we automatisch een mailtje uit naar die mensen van, goh, hè, wil je zien dat je vaak over die olifant leest? Wil je niet altijd op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws? Of als er iets actueels gebeurt, dat we jou als eerste op de hoogte brengen? Ja. Nou, met één klik kunnen mensen zich abonneren en daarna gaan automatisch alle berichten. Zou je het echt zo letterlijk doen? Want dan, dat geeft wel dat spy-gevoel, zeg maar. Want wij hebben gezien dat jij vaak over olifanten leest. Ja, dat klopt, maar dat is een, ja, het zit een beetje in de boodschap. Maar tegelijkertijd, ik vind het ook wel weer goed om wel duidelijk te zijn over waarom je ziet wat je ziet en waarom we dit bericht sturen. Dus het is ook wel weer goed om dan daar helder in te zijn. Oké. Okay. Maar het is net een, zit ja, een beetje. Hij legt het heel feitelijk uit, dames en heren. Hij staat achter zijn punt. Ja, het zit een beetje in de messaging. Heel goed, heel goed. Hey Danny, we gaan hem afkappen, want de tijd is al lang om. Ik merk dat ik ze de laatste tijd erg lang maak allemaal. Maar het maakt niet uit, we hebben meer tijd als vroeger. Hè? Danny, wat zou jij doen met 1000 pingpongballen? Nou ja, kijk, het mooie van Arnhem is dat op een heuvel, ik woon hier op hoogte 80. En ik zou ze gewoon lekker voor de content marketing van Arnhem gaan allemaal van boven loslaten. Lekker allemaal naar beneden laten rollen en dat filmen. Kijk aan, die hebben we in ieder geval nog niet gehoord. Leuk, dankjewel. Dat we na 3 jaar ongeveer, geloof ik, eindelijk tot het punt zijn gekomen om een interview te doen. Nee hoor, ik heb hem natuurlijk niet 25 keer gevraagd of zo. Maar het is natuurlijk wel leuk om daar de grap mee te maken. Best wel mee. iedereen ook bedankt voor het kijken of luisteren. Ik hoop dat jullie er ook weer veel aan hebben gehad. Digital Analytics, het blijft een hele bijzondere aparte tak van sport. Wat heel erg interessant is om dieper in te duiken. Wil je daar meer over weten, volg dan ook de link die onder de video, onder de podcast, bij het blog staat naar het boek van Danny over Digital Analytics. En doe er je voordeel mee. Dankjewel.